Ik krijg elke keer pakketjes als ik boven bezig ben opeens. Ik heb echt zo verschrikkelijk veel boodschappen bij me. Sarah is boven kerstliedjes aan het zien. Echt keihard. Maar ik krijg een hele meicollectie. Er wat mama op de grond was gevallen. Mij op de grond gegooid. Goedemorgen, het is Tisa. En ik ben al klaar om de deur uit te gaan. Sarah die is het laatste beetje eten aan het opeten. En dan gaan we richting school. Wij zijn onderweg naar school. En weer onderweg naar huis. Ik krijg elke keer pakketjes als ik boven bezig ben opeens. Dit is het pakket wat ik erbij had besteld gisteren. Maar die krijg ik dus van een andere leverancier. Ik zag er wel de ding uit. En dit is eigenlijk niet mijn maat. Maar ik denk, ik wil het toch proberen. Ik vond het echt heel leuk. Voor van de zomer. Deze is van Reese. Oh, wacht. Dat krijg ik nooit op beeld. Dat is die veel te lang hoor. Kijk. Hij is zo. Maar hij ziet er echt heel klein uit. Dus ik denk dat ik er net nooit niet in gepast ben. Dat vind ik echt jammer. Het ook van achter. Hij is zo leuk. Ik ga het heel even proberen. Ah, hij past wel. Heel charmant dat ik hem aan heb. Ik heb ook het verkeerde ondergoed. En hij zit van achter niet vast, maar hij kan wel vast. Hij past. En het is de bedoeling dat ik nog iets kwijtraak. Dan zit hij nog iets mooier. Maar hij past wel. En ik vind hem echt heel gaaf. Want je knoopt hem hier. Ik vind hem heel zomers. Ik vind hem echt heel leuk. Hij heeft wel een flink strijkijsje nog even nodig, zie ik. Maar ja, wel aan ondergoed eronder. Want dit is niet mooi. Ik vind hem echt leuk. Jee, ik ben blij. En de jurk is trouwens van Reese. De hele dag loopt een beetje anders dan gepland. Ja, er waren wat zaken, maar daar ga ik me even verder niet over uitlaten nu. Sowieso omdat ik het veel te veel besproken heb vandaag. En omdat ik het eigenlijk niet in mijn vlog te veel vind passen. Maar goed, die hadden heel erg mijn aandacht nodig. Daar ben ik echt heel veel tijd aan kwijt geweest. Ik en nog veel meer mensen. Dus, nu heb ik echt heel kort om nog wat dingen in huis te doen. Even laatste vouwwerk. Dat moest eigenlijk ook de was ophangen en zo. Die is nog niet zo heel lang klaar, dus dat had ik niet veel eerder kunnen doen. Maar dat ga ik allemaal niet redden. Oh, ik heb zo'n hekel aan dekbedden opvouwen. Ik ben er zo slecht in. Ik krijg ze nooit heel mooi recht, helaas. Maar ik heb er gewoon het geduld niet voor. Dat is... Nou, het valt mee. Het kan erger. Dus ik mag alweer bijna naar school. Dus heel snel deze dingen allemaal af. En dan schoenen aan en zo. Die had ik net even uitgetrapt. Omdat ik overal liep. Deze moet naar de zelfkamer. En ik heb wel tussendoor wat dingetjes gedaan. Huis opgeruimd. Ik had natuurlijk die was al aangezet en zo. Oh, wat Sarah net de kamer altijd doet. Ik wil gewoon niet kijken. Ik ga gewoon de andere kant op kijken en dat nu niet zien. Want daar word ik heel kriegelig van. Goed, ik ga er zo ophalen. Dan ga ik ze naar de afspraak brengen. En dan ga ik even een bakje doen bij mijn ouders. Dan moet ik gelijk nog even wat meenemen. Maar dat heb ik wel klaargezet. Dat had ik gisteren gelukkig al voor het grote schild gedaan. En daarna weer naar huis. Ik heb Sarah opgehaald uit school. En we hebben altijd net een kleine buffer tussen wanneer we weg moeten op school en de afspraak. Ja, van mijn dus we blijven altijd afspraak. Ja, tenzij we nog heel snel iets tussendoor moeten doen, blijven we altijd heel even op het schoolplein hangen. Anders zijn we daar heel vroeg. Het is heel leuk dat jullie midden op straat ergens naar zijn te kijken. Ja. Het is wel heel fijn als we een heel klein stukje verder kunnen. Ja, en weet je, bij mijn tand zit een punt. Bij je tand zitten we erachter. Nee, hiervoor. Oh. En dan kan ik straks kijken. Niet als ik kan kijken als ik niet aan het rijden ben, oké? Okay? Dadelijk rij ik ergens tegenaan omdat ik naar je tand kijk. Dat is niet zo'n goed idee, toch? Ja. Ja, vond ik ook. Maar bij de zijkant. Ik ga zo meteen kijken. Aan de onderkant. Oh, waar die uit je tandvlees komt, zeg maar. Nee.
Oh, nou, dan ga ik zo meteen kijken. Ik heb weer lekker thee met allemaal koekjes. Dan zijn we thuis en ik heb echt zo verschrikkelijk veel boodschappen bij me. Maar ik greep bij de picknick op bepaalde dingen. Deze heb ik sowieso graag van Jumbo. En deze, want die vind ik gewoon lekker. Maar ik wilde allemaal dingen voor de Pasen. En die waren allemaal uitverkocht bij de picknick. Dus die heeft mijn moeder meebesteld bij de Jumbo. Sowieso zou ik niet aan mijn vrienden bestelling komen. En zij wel. Dus die heb ik nu binnen. En nog van alles. Ik weet niet wat dit allemaal nou weer is. Nou, moet maar zo even kijken. En deze hebben we weer. Maar ik heb ook voor Kelly weer meebesteld. Want dat was weer makkelijk. Zo. Maar dit moet ik verdelen. Sarah is boven kerstliedjes aan het zien. Echt keihard. Maar ik weet niet of jullie dat horen. Marco kwam nog met deze twee paar. Dus ik heb nu echt een sneakercollectie. En het zijn wel echt wedges. Tot hier zit de hak weer. En bij deze tot hier. Dus altijd mijn hak. En natuurlijk heb ik ook de linkers. Maar zo om te laten zien. Ja, je ziet niet echt volgens mij dat die paars is. En deze is heel bont. Ze krijgen een hele Nike-collectie. Ik wil iets leuks laten zien. Dat mogen jullie nog niet zien. Een blikje. Eén ogenblikje, oké. Dit is niet voorzien. Eén ogenblikje. Nog. Tadaa! Er is iets veranderd aan mij. Ik heb opeens konijnenhoortjes. Nou, en nu ga ik als paashaas even snel iets doen. Hé, waarom zo klein, mama? Dat plakte die niet in mijn tas. Ergens aan. Dus ik heb de plakkerrand even naar binnen gehouden. Kijk. Hoe? Maar waar is de plakkerrand dan? Maar ik zie hem niet. Nee, dat is vastgeplakt. Dat is de binnenkant. Oh. Jij mag op tafel gaan dekken. Ja. Oké. Madame Mikmak. Sarah, ga op tafel maar dekken. Madame Mikmak. Oké. Okay. Ja. Nou, ga ik naar de woordje weg toveren. Ik heb geen konijnenoortjes meer en nu ga ik zorgen dat ik wel weer konijnenoortjes. Kijk maar even daar naartoe. Hoppaté, ja. Konijnenoortjes in. Kom maar. Joehoe. Nou. Nu ben ik weer een paashaas. Dit is zo grappig. Ik wil gewoon veranderen wanneer ik wil. Ga weg. Deze. Jolly horn. Ga niet weg. Haha. Foto's even. Ja, de tafel lekker. Ja, even drie. Mama. Ik en papa. Die gooi ik lekker even op de grond. Omdat mama op de grond was gevallen. Mij op de grond gegooid. Per ongeluk viel. Dat kan toch niet? Hij viel per ongeluk op de grond, mama. Dat kan niet, Sarah. Sorry hoor. Moeder, op de grond gooien. Moeders kaartje. Jongen. Kaartje. Oh. Maar ja, ik kort het even af. Nou. Maar wat eten we morgen voor avondeten? Oh, moet ik even zo kijken. Dan moet ik zo stoppen. Dus ik laat het je zo meteen eten, oké? Ja. Zo. Wat was gedaan? Nou, dan ga ik nu even verder met de bus tekst. Er zou heel veel aan de bier staan, hè? Ja, en mama, wat wil jij ook alweer? Lepels. Lepels, wat neem ik? Een lepel. Papa wil alles voor, behalve met soep. Ja. Oik, oik, oik. Soep eet je met hem?
Laat het achter als je weet. Oh, soepetje met hem. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Hier wordt dan nog saus in gemaakt. Maar dit is tomaat met prei en spekjes. En mijn lens gaat slaan. En dan gaat er nog crème fraîche door. Er zit ook knoflook doorheen. En dan gaat de pasta hier dadelijk door. Kijk, lekker. Wat is dat voor lach? Nu gaat Sarah raar doen. Heb jij gekkies op? Zitten er gekkies in je eten? Nee. Nee? Ik heb nog niks op. Je bent wel een paashaasje aan tafel. Oh. Nee. Maar goed, Sarah ligt op bed. We aten wat later, dus die ging bijna gelijk naar bed daarna. En toen heb ik nog even de was opgehangen en alles wat ik nog moest doen. Nu mijn laptop aangezet, even snel editen. Marco is de deur uit. En zoals ik gisteren al vertelde, edit ik het liefst als hij er niet is. De vaatwas maakt heel veel herrie, want ik heb de laatste onderdelen van de koelkast erin gezet. Als die klaar zijn, kan ik de koelkast weer helemaal normaal maken. Want ik merk ook echt, als ik platen en lades met de hand schoonmaak, blijf ik hem eindeloos moeten schoonmaken. Want we hebben wat dingen ingelekt en zo. Terwijl als ik het door de vaatwas haal, is daarna gelijk in één keer helemaal goed schoon. Dus dat scheelt me heel veel tijd en het wordt beter schoon. Dus dat ben ik aan het doen. Die is denk ik nu halverwege. En ik hoop ook op tijd klaar te zijn, want het picknick komt ook nog zo. Helaas vandaag echt totaal nog niet klaar voordat de picknick kwam. En de vaatwas is ook nog niet klaar, dus daar baal ik van. Maar we hebben heel veel dingen voor Pasen. Jee! Ik heb lekker thee en ik heb roomboter appelkoek. Ik ben benieuwd, ik deze nog nooit op. Ik heb mijn edit uiteindelijk afgekregen toen Marco naar bed ging. Maar ik ga hem niet meer kunnen renderen. En toen moest ik eigenlijk nog andere dingen hier doen, maar ik had geen zin meer. Dus ik heb op mijn telefoon nutteloos gezeten. En toen keek ik op de klok en dacht ik, oeh, 5:12. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik ga vandaag even achter me laten. Hopelijk slaap ik vanavond nog even goed. Laat ze ook koude thee, maar dat is niet lekker. Ik ga naar mijn bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!